Goedemorgen Daan, het is woensdag 29 november. En nou had ik verleden keer beloofd dat ik wat zou laten zien. En dat zou ook zo zijn, waar het niet dat ik voor afgelopen zaterdag een spelletje middag bij mij had georganiseerd. Waarvoor 5 mensen hadden gezegd dat ze zouden komen. Waarvan er uiteindelijk nog maar 2 overbleven. Dus die heb ik maar geannuleerd. Dus ik heb er ook geen beelden van, want er was niemand. Wat ik wel gedaan heb, is ik heb eindelijk Doctor Strange gezien. Nou goed, kijk maar. Zo, zondagmiddag. Lennart en ik gaan naar Doctor Strange. En eerst even pissen schijnbaar. Ik wacht hier. We gaan zien wat het wordt. Eindelijk, het heeft even geduurd, eindelijk kan ik naar Doctor Strange. Ik ben heel benieuwd. Ik hou wel van Marvel. En ik denk, ik vind Doctor Strange's karakter erg cool. Dus ik denk dat deze heel cool gaat worden. Maar we gaan het zien. Wat vond je van? Kut. Helemaal kut? Waarom vond je hem kut? Ik heb een maatje, ik hoor allemaal rondjes. Ja, zeg dan. Ik vond hem briljant. Nee, ik vond hem briljant. Ik vond hem oprecht briljant. En jij? Ik ben blij dat we er een nieuwe Marvel-held bij hebben. En dat hij gespeeld wordt door Cumberbatch. Want hij is echt wel onwijs goed. Goed, wij gaan boodschappen doen, geloof ik. En hij wil wat eten. We gaan het zien. Zoals je kon zien, wij waren er in ieder geval erg enthousiast over. Gave film. Past ook, vind ik, in ieder geval goed in de Marvel Universe. Nu dat alle Soul Stones bekend zijn, of zo heet ze toch? Nee? Sorry. Nu dat alle Infinity Stones bekend zijn. Want de Soul Stone wisten we al. Ben ik heel erg benieuwd naar de Infinity Wars. En wat Thanos gaat doen. En ik ben een groot fan van Thanos. Al mijn hele leven. Verder ben ik nog 3 weken aan het werk. Daarna heb ik 3 weken vrij. Dat betekent de laatste 2 weken van het jaar en de eerste week van volgend jaar. Want ja, zo dichtbij zijn we alweer. Dan ga ik lekker niks doen. Ga ik lekker in huis hangen. Ik moet helaas nog wel veel doen in huis. Maar ik ga niet op vakantie zoals traditionele mensen dat zouden doen. Hè? Weg met de auto en vrouw en kind. Nou ja, goed, die heb ik sowieso niet. Dus vandaar. Nee, ik blijf lekker thuis. En ik moet gewoon een hele hoop in mijn huis doen. En ik wil ook gewoon lekker uit kunnen slapen. Weet je wel. Uitrusten. Dat is het wat mij betreft. Ik ga zorgen dat ik volgende week in ieder geval iets heb te laten zien. Nee, sorry, over 2 weken iets heb te laten zien. Maar tot die tijd zeg ik Daan, ik zie jou volgende week.